Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Goedenavond, meisje. Hallo. Hoor je dat? Is dat jouw valies? Nee. Is dat jouw valies? Nee. Zou de vorige keer iets verkeerd gezegd hebben of zo? Een of andere minderheid beledigd hebben? Dames en heren, welkom in Lava. Handen omhoog. De volgende. En, doet pijn? Een beetje, maar het is wel goed georganiseerd. Waarom is dat mogelijk? Kalm! Maar alleen jongen, je hebt toch zelf gezegd, doe maar vol. Een specht, juist! Een spreeuw, fout! Een eidereend, juist! Willy, dat lijkt me hier wel een goed plekje. Of kijk hier, Billy, dat lijkt me hier een veel goed plekje. Hier, kijk. Weet je wat, Billy? Misschien kunt jij je op dat plekje installeren. Dan zal ik mij hier zetten. Oké. Okay. Zeg, Billy. Ja? Kun je mijn rug eens insmeren? Ja. Yep. Moet ik uw holster ook meedoen? Ja. Yep. Een mens kan niet voorzichtig genoeg zijn. Ja. Yep. Uw broek is allemaal verbrand. Is hij rood? Nee, man. Hij ruikt verbrand. Oh, dat zou van hechteren zijn, Billy, van die rodeo. Op dat paard aan de barbecue. Ah, ja, ja, ja. Ja, over barbecue gesproken. Ik begin precies honger te krijgen. Wat zou je denken van een goed kopje soep? Ja, Billy. Wat voor soep is het? Soep van prikkeldraad met balletjes van zij die erover kropen. We moeten er alleen nog wat water bij doen en ze is klaar. Water? Ik heb alleszins geen water meegebracht. Want jij had gezegd dat we ergens naartoe gingen wat er heel veel zand was. Zand? Ja. Dus ik dacht dat we naar de zee gingen. Ja, ik heb dorst. Ik ook. Oh, ik... Water! Ik kan niet meer. Daar, Billy. Een vijver. Oh, nee. En ik kan niet zwemmen. Dan zullen we helemaal rond moeten kruipen. Ik kan niet meer. Come on, Billy. Ik kan echt niet meer. Wat scheelt er? Zand. Er zit zand in mijn laarzen. Oké, Billy, dat is al veel beter. Billy, kijk daar. Een skelet. Een hinder. Zijn spier. Oh, Billy. Oh. Kom aan, Billy. Niet opgeven. Dit is onze enigste vrije dag. Oh, Billy, ik kan echt niet meer. Oh. Maar Billy. Ga alleen verder. Op je eentje maak je misschien nog een kans om het te redden. Maar Billy,
Niks te billigen! Doe wat ik zeg, verdomme! Oké, dan. Billy, wacht! Ik ga mee! En professor, wat vinden we vandaag uit? Vandaag, Natasha! Doe je zijn ogen dicht. Oké, doe ze maar weer open. Vandaag, Natasha, heb ik de Dallasjacht uitgevonden die nooit uit de mode raakt. Oh, professor, mijn ondergoed is uit de mode. Zeg, ben jij blij zaterdag? Waarom? Fred heeft gebeld. Ah, ja? En vraag of hij hem die komende helpen verhuizen. Oké. Okay. Oh, pas op voor de deur. Gaat het op, Fred? Ja. Hier Freddy Kuinhaas met de tip van de week. Help! Mijn vruchtwater is gebroken. Wat te doen als een vrouw op het punt staat te bevallen en er is in kilometers geen dokter te bespeuren? Oh, ze heeft al opening. Geen paniek, mevrouw. Gaat u rustig liggen. Eén grote tanden bijten, mevrouw. Het is zo gebeurd. Joehoe, hier komt Sinterklaas. Zo mevrouw, met al dat speelgoed zal hij nog wel een tijdje binnen blijven. Dit was Freddy Kuinhaas met de tip van de week. Goedenavond, ellendelingen overal. Waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. En dit is mijn brief van de week. En dit zijn mijn brieven van de week. En daar is de deur. En hier is de vloer. En de vloer is schoon. En my tailor is rich. En dit is de eerste briefschrijver van de week. Madame, ik vind mijn moeder de liefste vrouw op aarde. Als ik met andere vrouwen ga, vergelijk ik ze steeds met mijn mama. En dan verliezen ze. Ik kan er niet aan doen dat ik zo goed met mijn moeder overeenkom. En mijn vader vindt dat het tijd wordt dat ik trouw. Wat moet ik doen? Je moet gaan oppassen, jongens. Want je hebt een Oedipus-complex. En dat is heel gevaarlijk. Je kunt daar blind van worden. Madame, ik ben een jongen van 18 jaar en zou graag omroeper bij de televisie willen worden. Wat moet ik hiervoor doen? Dat is heel simpel, hè. Laat u verkiezen tot Miss België. Madame, mijn collega Claire werkt als secretaris. Maar ze zou liever als camionchauffeur werken. Hebt u enig advies? Dat haar nageltjes knipt, hè. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien geeft zoveel vreugd. En hier is een plateis. En hier is een moedermoord met plateis. Alles gaat met ups en downs. De liefde, de economie, de cultuur, alles. Up, down, up, down. Zelfs mijn vinger. Dit is Camille Kafka, dit is Camille Kafka. En ik zal het geen twee keer zeggen. Wie is die man daar in de spiegel die kromrijmend roept om anti-hel? Want bevroren staart zijn blik doorheen het glas als ijs zo dik. Op zoek naar wat hem met mij bindt. Een bleke huid, een vale tint. Trillende lippen met barsten vol. Een vette neus, glimmend en hol. Tot bloedens toe gebeten tandvlees. Door tanden wit van vrees voor zwarte gaten en zenuwpijn. Wie is die man? Wie kan hij zijn? Wie is dat hoofd daar met mijn hoofdhaar? Wie is dat hoofd toch
met mijn kop. Er staat geen uiterste verbruiksdatum op. Ik deel zijn daden, deel zijn lichaam in de hete baden. Ik beheers zijn tong perfect, zoals hij zong, ben ik gebekt. Ik verslijt zijn schoenen tot zijn sokken de vloeren boenen. Wie is die man daar in de spiegel, die lacht als ik hiegel? Wie is die man daar in het glas, die dacht dat ik die man daar was, die keek en zei, ik weet één ding, één van ons beiden is een vreemdeling, die ik al jaren ken, die ik al jaren ben. Hé, dat was een keer, ik moet nog niet weglopen, het is nog niet gedaan. De sneeuw dwarrelt als vlokken, onder andere op de pas gewassen stokken, die bungelend aan de draad der eenzaamheid er hun lot afwachten voor een zekere tijd. Zie daar mijn vriend en beef. Pas op, je schouders trekken scheef bij het zien van zoveel moois. Lijkt wel een werk van Jozef Boys, dat stukje vet spek daar in die notelaar, waar je ogen ook er kijken naar. Een zwaar ontstoken roodborstje, snoepend van een broodkorstje, dat daar waarschijnlijk is beland door een linker of rechterhand. Zoveel schoonheid bevat nu deze tijd, al staat er hier en daar iets schuin. Een takje wieg, een stille dans, ça bouge un peu, zeggen ze in Frans. Wel daar, mijn vriend, heb ik gisteren je hond begraven. Het was een bokser, maar een brave. Kom, veeg nu die tranen uit je ogen, de resterende vochtigheid zal vanzelf wel drogen. Tijd nu voor iets anders, in de koelkast heb ik nog een bokaal met salamanders. Dit was Camille Casca, dit was Camille Casca. Maar uw hand opsteken. Ziet je wel dat het geen pijn gedaan heeft? Is het nu tijd voor de sketch? Wat? Een sketch? Hier op tv zijn zot geworden? Oké, okay, lijkt mij een uitstekend idee, maar welke sketch? Wat zou je denken van een restaurant sketch? Ik had eerder gedacht iets van musketiers te spelen. Weet je wel? Maar er staat hier een decor van een restaurant, zo'n kans.
Oké, maar wel op voorwaarde dat jij Herzele ober speelt. Herzele als stervende ober. Waarom sterf ik? Weet ik veel. Omdat je al maanden geen eten meer gehad hebt, oké? Okay? Mm-hmm. En van honger stervende ober in een heel chic restaurant. Hè? Ja, je hebt hoogstens nog een uur te leven. Dat lijkt me wel leuk. Ja? Wat speel jij? Gitaar. Nee, ik ben gewoon iemand die iets komt eten, ja? Oké. Ja. Oh, wat een rotjob. Dat is nu al meer dan 3 maanden dat ik niks gegeten heb. Terwijl ik de fijnste gerechten moet serveren aan varkens die dan nog de helft laten liggen. De overschotjes zijn helaas altijd voor de hond van de kok, al zou ik ze maar al te graag zelf opeten. Maar helaas ben ik contractueel verplicht mezelf in leven te houden met wat er uit de borden van deze gasten valt. En helaas is de schotelvot mij steeds te vlug af. Zeg jongen, al die zeven moeten wij toch niet weten. Als je uw beklag wilt doen, schrijf dan een dagboek en we maken tv. Ja? Dat is goed, kom maar binnen. Ik ben al binnen. En begint eraan? Nee, ik ga nog even naar buiten. Gewoon voor de concentratie, oké? Oké. Oh, wat een rotjob. Zeg, we gaan toch niet van hier in het begin beginnen, zeker? Het begin vanaf Schotelvot. Ja. Oké, okay. Ik ga de SCH ook nog laten vallen voor tempo. Oké. Otelvot mij steeds te vlug af. Kom maar binnen, je moet niet kloppen, het is een restaurant. Ja, maar het is een restaurant, maar er is hier geen deur. We gaan de mensen zien dat ik binnenkom. Wacht. Ik ga piepen zoals een deur. Oké, okay, maar niet te luid piepen, want mijn zenuwen kunnen niet tegen piepen doen. Piep! Dat was heel goed gepiept, alleen was mijn deur nog niet open. Sorry. Piep! Aha, goed volk! Nee, wacht, gaan we binnen. Dag, ober! Aha, goed volk! Dag meneer, wenst u een tafel? Een tafel? Dan ben ik blijkbaar aan het verkeerde adres. Hoe bedoel je? Niks, ik heb op klaar zitten. Ah ja, dag meneer, wenst u een tafel? Nee, liever iets om op te eten. Dat snap ik niet. Kijk, ik denk, ik begrijp dat verkeerd. Ik denk die gast wil mij hier een meubel aansmeren of zo, maar ik kom hier eten. Ik heb honger. Ja. Wacht, ik zou ook kunnen denken, die gast wil iets om op te eten. Hij wil iets om op te zitten terwijl hij eet. Okay. Misschien kan ik beter vragen. Dag meneer, wenst u een stoel? Ja, graag. In wortelpuree met wijnsaus. Okay. Tot nu toe is hij goed. Oké, dan stel ik nu voor dat je me even vraagt om naar het toilet te gaan. Kampers antwoord, goed idee. Kan ik even naar het toilet alsjeblieft? Zeker meneer, maar neemt u toch plaats? Ja, maar staat er nergens op. Ik vraag om naar het toilet te gaan en jij geeft mij een stoel om te gaan zitten. Dat klopt gewoon geen kant. Dat is toch plezant? Een gast die een restaurant binnenkomt omdat hij naar de wc moet, maar eerst dwingt de ober hem nog om een volledige minuut te consumeren. Allee, dat is toch vrij geestig. Kan ik even naar het toilet alsjeblieft? Het is heel erg dringend. Zeker meneer, maar neemt u toch plaats? Neemt u toch plaats meneer? Wens meneer een aperitief te gebruiken? Nee, ik moet gewoon dringend naar het toilet. Ik kan de ossehaas ten zeerste aanbevelen. Ten bleef als ten bleef. Soep? Alleen een soepje dan. Het is goed. Ik zal het wel zelf uitschrijven. Speel jij maar wat muziek voor de sfeer. Vond u de soep? Heerlijk, mijn complimenten aan de chef. Dan zal meneer zeker nog een bordje lusten. Prima mop, maar hoe gaan we nu verder? Met ossehaas. Het spijt me meneer, maar ossehaas staat helaas niet langer op het menu. Het restaurant werd zo pas overgenomen door een textielgigant en mannenbroeken zijn momenteel in solden. Maar Leon, nu juist dat ik zo'n goede mop heb klaarzetten om die restaurantsketch hier te beëindigen. Ik hou het op een restaurant, hè, ja? Allee, dat was toch een perfecte wending? Volgens mij konden we zelf stoppen onmiddellijk na in Solden. Ober, mag ik de rekening, alsjeblieft? Tot uw dienst, meneer. Alsjeblieft, meneer. Maar alleen snap jij dat dan niet? Ik heb een valse neus aan omdat je mij niet zo herkent. Ja, ik ben een slimmerik. Dat is een goed idee. Om niet te moeten betalen, okay. Ja? Meneer? Obertje? Ogenblikje, meneer. Eerst even die snoldaard pakken die hier vertrokken is zonder te betalen. Maar enfin. Arr.
maar. Wat gebeurt er? Ik sterf. Herzelen als stervende ober, weet je wat? Ah, ja. Jawel, dat is goed. Alhoewel, ik vind het toch een beetje voorspellend. Zeeltje? Kut. Wat is er gebeurd? Allee, wat zie jij dat niet, zeg? Kaas? Een bom. Shit. Een stuk rechts. Beste mensen, een goede avond allemaal. Wij hebben hier het grote genoegen bij ons in het ruimteschip niemand minder live te hebben vanavond, Frank Sinatra. Een stuk in mijn bil. Au! Een stuk in mijn knie. Een steek in mijn bil. Kapitein, we zitten zonder licht. Net nu Frank Sinatra vanavond komt optreden. Frank Sinatra. Wow. Fantastisch. Snel, steek het licht aan. Maar kapitein. De hoofdgenerator is uitgevallen. Snel, meneer Stok. Noodplan 1. Oh, dat gaat jullie toch niet moeten doen. Dank u wel. Dat had jij ook niet moeten doen, kapitein. Dank je wel, hoor. Nu zitten we weer zonder licht. Net nu Frank Sinatra vanavond komt optreden. Frank Sinatra. Wauw, fantastisch. Snel, steek het licht aan. Maar kapitein, de hoofdgenerator is uitgevallen. Snel, jongens. Noodplan 2. Open. Wacht, ik heb een idee. Of nee, toch niet. Snel, neem de doos met noodplan 3. Die zit hierin, kapitein. Waarom staat er dan niet noodplan 3? Omdat we wilden dat het een verrassing voor je bleef. Nu zitten we nog steeds in het donker. Net nu Frank Sinatra vanavond komt zingen, oh jee. Frank Sinatra. Wow, fantastisch. Snel, steek het licht aan. Maar kapitein, de hoofdgenerator is uitgevallen. Ja, meneer Stok, dat weten wij nu stilaan ook wel, hoor. Stranger in the night, wees niet welkomen uit Erdveldedam. Wij maken hier toch pret voor iedereen. Vrees toch maar niets, vrees niets. Hoi. Wat een pretentieuze kwal, zeg. Maar dat kwalletje heeft gelijk. Hoe kan hij nu zingen als er geen elektriciteit is? Och, ik heb geen elektriek nodig om te zingen. Want als ik zing, dan hangt er zo elektriek in de lucht. En nou, die ene sneer. I saw her face, the funnel curtain. My friend, I see it clear. I see it my gaze, of which I'm certain. I've lived a life this full. I traveled each and every highway and all. What is this? And it is mine. Dag, dokter. Ha, wat patiënten. Dokter, ik heb last van huiduitslag. Wat is het probleem eigenlijk?
Ik heb verloren. Kijk. In dat geval, 100 centen, zal ik je een supporter voorschrijven. De volgende! Binnen! Help, help, help! Van patiënten, wat scheelt er? Help, dokter, ik kan niet zwemmen! Help! Hier op de hoek van mijn straat is er een groot zwembad van patiënten. Dank u, dokter! De volgende! Er zal altijd een plaats zijn in mij voor jouw hart. Er zal altijd een plaats zijn in mij voor jouw hart. Al ben je wit, al ben je geel, al ben je bruin, al ben je zwart. Er zal altijd een plaats zijn voor jouw hart. Maar schiet een beetje op, want ik hou het niet meer uit. Schiet een beetje op, want ik hou het niet meer uit. Ik heb een blauwe kop en ik adem door een fluit. Ik heb de transplantatie blues en ik voel me niet goed. Ik heb de transplantatie blues en ik ben zo moe. De transplantatie blues. Je gaf me longen en sprak, ze zijn goed voor je hart. Je gaf me longen en sprak, ze zijn goed voor je hart. Al zijn ze wit, al zijn ze geel, al zijn ze bruin, al zijn ze zwart. Al zijn ze wit, al zijn ze geel, al zijn ze bruin, al zijn ze zwart. Maar ik kreeg al 6 longen en een lever of 8. En dat terwijl ik huilend op jouw hartje wacht. Ik heb de transplantatie blues. En ik voel me niet goed. Ik heb de transplantatie blues. En ik ben zo moe. De transplantatie blues. Scooby-dooby-doo. Er zou altijd een plaats zijn in mij voor jouw hart. Er zou altijd een plaats zijn in mij voor jou. Al ben je wit, al ben je geel, al ben je bruin, al ben je zwart. Zal altijd een plaats zijn voor jouw hart. Ook al klopt het voor die ander bij elke slag. Ook al klopt het voor die ander die ik geen zins mag. Ook al klopt het voor die ander met zijn stomme kop. Zonder jouw hart zit mijn bloed zo'n loke strop. Zonder jouw hart zit mijn bloed zo'n loke strop. Ik heb een transplantatie blues. En ik voel me niet goed. Ik heb een transplantatie blues. En ik ben zo moe. De transplantatie blues. Scooby-dooby-doo. Ik wil een ander hart. Ik wil een ander hart. Ik wil een ander hart. Zoiets, meneer, of mag het een ietsje meer zijn? En, wat zat erin? Twee. Thank you.
Ha, 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 ha